in deze Dominicanenkerk en op deze missiezondag. We zijn hier samen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het is missiezondag. We willen dan ook eerst inleiden met het project van Missio. De verantwoordelijke Tom Luipaert, die is hier, die zal ons eerst daar eventjes uitleg over geven. Mag rustig gaan zitten. Dank u wel. Ik zou in eerste instantie de mensen van de St. Paulusparochie hier willen bedanken, ook de broeders Dominicanen, om ons de kans te geven om als missio onze organisatie een beetje voor te stellen en ook het concrete kinderproject waar wij dit jaar ons voor inspannen. Nu, elke zelfrespecterende organisatie die heeft een missie die haar voortdrijft. En voor Missio is dat eigenlijk niet anders. Wel heel bijzonder is dat de missie van Missio niet zelf bedacht is. Missio heeft haar missie gekregen van niemand minder dan Christus zelf. Want het gaat immers om de missie van de hele katholieke kerk. In een notendop gezegd komt het erop neer dat we de blijde boodschap moeten uitdragen, moeten verkondigen in woord en in daad en dit in een wereldwijd perspectief. Wij dragen onze missie uit naar alle uithoeken van de wereld en geven kerkgemeenschappen, waar ook ter wereld, de kans om samen met ons samen te werken. En als ik spreek over samenwerken met ons, dan bedoel ik ook met jou. Het is immers de missie van elke gedoopte. Het is niet enkel een zaak van experten, priesters, van religieuzen. Nee, elke gedoopte is gezonden. Onze paus Franciscus benadrukte dat vorig jaar nog tijdens de bijzondere missiemaand. Elke gedoopte is gezonden. En wij van Missio gaan verder op datzelfde elan. Wij geloven immers dat het doopsel een hoogtepunt is in onze ontmoeting met Christus. Van daaruit worden wij gezonden tot een dienstbare relatie met andere mensen. Ook degenen die we nog niet kennen, ook met mensen die zich veraf bevinden. Om het heel concreet te maken, heeft Missio in België 3 sleutelwoorden om rond te werken. U ziet ze daar ook staan, ik ga ze heel kort toelichten. Ten eerste ontmoetingen. Het is meer dan enkel mensen tegenkomen en eens goede dag zeggen. Het gaat om mensen echt leren kennen. En daarbij moeten af en toe ook grenzen overbrugd worden. We overbruggen de grenzen tussen landen, culturen, religies, maar ook tussen generaties. Want iedereen heeft iets te leren van elkaar. En iedereen kan samen iets ondernemen. En om iets te kunnen ondernemen, heb je een dialoog nodig, ons tweede sleutelwoord. Het gaat erom om in openheid en respect met elkaar te spreken. Om elkaar ten diepste te leren kennen. En daarbij is ieders identiteit even waardevol en even gerespecteerd. Iedereen mag zijn wie hij of zij is en samen kunnen we op weg gaan. En op die weg zijn we solidair met elkaar. Solidariteit is daarom ook ons derde kernwoord. We zijn solidair met elkaar in gebed, in woord en in daad. Zo ziet de blijde boodschap van Gods liefde een tastbare relatie, een realiteit, sorry, die ons elke dag opnieuw aanvuurt en voortstuurt om het beter te doen, om het anders te doen. We hebben daarbij ook in onze financiële solidariteit aandacht voor de lokale prioriteiten van verantwoordelijken en de houden rekening met de draagkracht van de lokale gemeenschappen elders in de wereld. Want die praktijk is heel belangrijk. Missio steunt op financiële wijze allerlei projecten van de Wereldkerk. Het gaat om projecten van lokale kerkgemeenschappen die lokaal gedragen zijn en waarbij lokale kerkgemeenschappen zelf de prioriteit bepaalt. Wij als Missio België stappen niet toe naar Missio in een ander land en zeggen: kijk, wij komen iets doen in jouw land. Nee, wij vragen aan hen: wat kunnen wij voor jou doen? Op welke manier kunnen wij jou helpen? En die projecten die kunnen we eigenlijk opsplitsen in 3 grote groepen. Ten eerste het project rond kerkopbouw. Ik denk dat Missio op dit ogenblik een van de weinige organisaties ter wereld nog is die financiële steun geeft aan parochies om kerken te kunnen bouwen. Nu, een kerk is niet alleen een plaats om
vieren. Maar in verschillende landen is dit ook een gemeenschapscentrum. En we hebben gemerkt tijdens de coronacrisis dat het een belangrijke plaats kan zijn en een belangrijke rol kan spelen in het leven van de mensen. Een tweede projectgroep, dat is de opleiding van kerkverantwoordelijken. U ziet daar ook nog priesters, priesterstudenten, maar ook religieuze of catechisten, pastoraal verantwoordelijken. Ze nemen allemaal een belangrijke taak op binnen de lokale gemeenschap. En om hen op... te informeren over de laatste nieuwe elementen om het geloof te verspreiden, steunen wij die mensen zeer graag. Een derde en laatste projectgroep is onze meest belangrijke projectgroep. Dat gaat over de kwetsbare kinderen. Het gaat over onderwijs, opvang van straatkinderen, weeskinderen, gezondheidszorg voor de meest kwetsbaren. Nu, die projecten kan je enkel waarmaken als je genoeg fondsen inzamelt. Daarom zamelt Missio wereldwijd fondsen in om die projecten te kunnen ondersteunen. Belangrijk om te weten is dat elke kerkgemeenschap in de hele wereld daaraan bijdraagt, maar dat ook elke kerkgemeenschap in de hele wereld steun kan krijgen uit het Universele Solidariteitsfonds van Missio. Nu heel concreet zetten we dit jaar het land Liberia in de kijker. Het ligt in West-Afrika en het kent een zeer opmerkelijke en ook woelige geschiedenis. In het begin van de 19e eeuw kocht de Amerikaanse president James Monroe een lapgrond in West-Afrika. En hij schonk dit land aan bevrijde slaven, zodat zij terug naar Afrika konden keren om hun eigen land op te bouwen. Daarom ook dat het land de naam Liberia kreeg, wat in het Latijn zoveel wil zeggen als vrij of vrijheid. Als dank gaven de ex-slaven de naam van de hoofdstad Monrovia, wat afgeleid is van de Amerikaanse president John Monroe. Maar die nieuwe staat was geen toonbeeld van vrijheid. Al snel begon de ingeweken zwarte bevolking uit de Verenigde Staten de oorspronkelijke bevolking van Liberia te onderdrukken. Deze oorspronkelijke bewoners werden als tweederangsburgers beschouwd. En hierdoor verslechterde de sociale en ook de economische situatie van het grootste deel van de Liberiaanse bevolking. Dit leidde tot een burgerconflict van 1983 tot 2003, 20 jaar lang. Vele doden, vele vluchtelingen, ongeveer 2,5 miljoen mensen sloegen op de vlucht, waar 1,5 miljoen ongeveer in eigen land verbleef. Dus zij verplaatsten zich eigenlijk binnen het land, maar kwamen eigenlijk in andere provincies of in andere plaatsen terecht, waar zij niemand kenden en waar zij ook bijna geen kans hadden op werk of een betere toekomst uit te bouwen. Sinds 2003 bevindt zich een verzoeningsproces plaats in het land. En de katholieke kerk van Liberia speelt daar een zeer belangrijke rol in. De Liberiaanse mensen en maatschappij hebben namelijk nood aan heling en ontwapening. Maar tijdens dit verzoeningsproces staken andere problemen de kop op, die het herstel van die gemeenschappen bemoeilijkt en vertraagt. Zo was er de Ebola-crisis in 2014-2015, en wordt het land op dit ogenblik ook door een coronacrisis geteisterd. Nu, die Liberiaanse kerk, zowel in zijn rol als bemiddelaar bij conflicten, maar ook als bron van hoop voor vele mensen, speelt dus een belangrijke rol in het land. En samen met hem hebben wij eigenlijk dit jaar onze campagne opgezet rond een open hart van harten. Door positieve elementen te stimuleren, willen wij bijdragen aan de heling van de mensen ginds. Want soms voel je dat iets juist zit. En als het gaat om praktische zaken, dan spreken we meestal van ons buikgevoel. Maar af en toe hebben we diepere ingevingen. En dan zeggen we, het komt uit het hart. Daarom dat Missio dit campagnejaar samen met jullie op zoek wil gaan naar die diepere en overstijgende motivatie. Die zoektocht die leidt ons naar het evangelie. Want in het evangelie vinden we de woorden die ons inspireren, maar ook motiveren om anderen uit te nodigen om mee te doen. Vandaar dat ik heel kort zou willen stilstaan bij een klein citaat van Matthäus. Wat jij ook gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, dat heb jij aan mij gedaan. We kunnen het woord minste hier ook vervangen door kleinste. En dat brengt ons eigenlijk bij de kinderprojecten van Missio voor dit campagnejaar.
Op vraag van Missio Liberia hebben we besloten dit jaar 4 weeshuizen te ondersteunen. Het is al een bestaand project van de Liberiaanse kerk. Ze zeiden tegen ons, we hebben eigenlijk niet zoveel nood aan te helpen bij de basisbehoeften, om te helpen voorzien in die basisbehoeften, om eten en drinken aan de kinderen te geven, om ze naar school te kunnen sturen. Maar er is iets anders, iets veel belangrijkers wat wij gemerkt hebben. De kinderen hebben nood aan spirituele en ook aan psychologische bijstand. Je moet zich dat voorstellen. Vele jongeren, vele jongvolwassenen, hebben eigenlijk nooit anders geleerd dan dat men conflicten en problemen tussen mensen moet oplossen met geweld. Dat geweld de enigste weg is om tot een oplossing te komen. En langs de andere kant, de laatste crisissen van ebola, maar ook corona, zorgen ervoor dat weeskinderen geconfronteerd worden met iets wat in eerste instantie voor mij zeer moeilijk te begrijpen was, namelijk een overlevingsschuld. Zij stellen zich de vraag, waarom ben ik nog in leven? Waarom zijn mijn broers, mijn zussen, mijn vader, mijn moeder gestorven? Waarom leef ik nog? Waarom ben ik niet kunnen sterven en is iemand anders in mijn plaats in leven kunnen blijven? Dat is iets wat heel moeilijk te vatten is in eerste instantie voor ons. En ook iets wat niet zo gemakkelijk oplost valt. En daarom dat de Liberiaanse kerk ons vroeg, kan je ons daar niet bij helpen? Wij zouden graag een psychologisch en spiritueel project met deze kinderen willen beginnen. En daarvoor zouden wij nog wat extra financiering kunnen gebruiken. Nu, ik zou u willen uitnodigen, vandaar deze warme oproep. Help ons om mee een warm nest te bouwen voor deze weeskinderen in Liberia. Want we zijn al een tijdje de maand oktober binnengetreden. In de katholieke kerk vieren wij dat als de missiemaand. De kerk heeft een voortdurende missie te vervullen in de wereld. Een missie die steeds duidelijker waarneembaarder wordt en die onze wereld steeds dringender ook nodig heeft. In feite is de missie niet iets dat de kerk doet, want we weten dat de kerk is missie. En dit jaar valt Wereldmissiezondag vandaag op 18 oktober. En ik zou u willen vragen dat uw collecte op deze dag een bewuste bijdrage zijn aan de vele en belangrijke projecten die de kerk wil realiseren. Wees vrijgevig en gul op Wereldmissiezondag. Want de kerk heeft u nodig en Christus heeft u nodig. Dank u. Beste mensen, hopelijk kunnen we meer inzicht krijgen wat er gebeurt in Liberia. Maar één ding is zeker. Wij komen hier elke week samen. En we willen dan ook geen eiland zijn in de grote wereldkerk. Maar een gemeenschap die wil meebouwen aan een wereld waar het goed is om te wonen voor elke mens. En waar wij iedereen geven wat hem of haar toekomt. En omdat we beseffen hoe moeilijk het is om elkaar kansen te geven in het leven, willen eerst bidden en vragen om vergeving aan God en aan elkaar. We worden opgeroepen om elkaar te aanvaarden zoals we zijn, om in elkaar te geloven. Maar samenleven en samenwerken is moeilijker dan we vermoeden, zelfs als we elkaar graag zien. Heer, ontferm over ons. We worden opgeroepen om elkaar steeds nieuws te geven, de kans om nieuw te worden. Maar de hand te reiken naar wie ons iets misdeed, is moeilijker dan we vermoeden. Zelfs als we elkaar graag zien. Christus, ontferm over ons. We worden opgeroepen om muren tussen mensen af te breken. Om contacten te herstellen. Om elkaar nodig te hebben, maar zwakheden overwinnen en zon brengen in een vertwijfeld hart is moeilijker dan we vermoeden, zelfs als we elkaar graag zien. Heer, ontferm over ons. Heer, laat ons weer beseffen dat Gij onze God zijt en dat wij naar U mogen komen met alles wat ons bedrukt door Christus, Uw Zoon en onze Heer.
Eer aan God in de hoge. Vader, aan de mensen die er geeft. Wij loven u, wij prijzen en aanbidden u. Heerlijk in u en zeggen u dank voor uw grote heerlijkheid. Heer God, hemelse koning, God, almachtige Vader. Heer in uw geboren Zoon, Jezus Christus. Heer God, Lam God, Zoon van de Vader. Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Gij die wegneemt de zonden ter wereld, aanvaard ons gebed. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Want gij alleen zijt de Heilige, gij alleen de Heer, gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus, met de Heilige Geest, in de heerlijkheid van God de Vader. Laat ons bidden. God, Vader, help ons om uw bedoelingen met deze wereld te begrijpen. Zeg ons wat gij van ons verwacht om die wereld om te vormen tot een wereld naar uw hart. Help ons om u met een oprecht hart te dienen, ten behoeve van alle mensen, geschapen naar uw beeld. En vandaag vragen we dat in het bijzonder voor de mensen van Liberia, door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. De eerste lezing werd genomen uit de profeet Jesaja. Zo spreekt de Heer tot Cyrus zijn gezalfde, die hij bij zijn rechterhand heeft genomen om de volkeren voor hem neer te werpen, om de koningen de gordels van de lenden te trekken, om deuren voor hem te openen en geen poort gesloten te laten. Het was omwille van zijn dienaar Jacob en om Israël, zijn uitverkorene, dat ik u bij uw naam heb geroepen en u de ereltitel heb gegeven, alhoewel gij niet kende. Ik ben de Heer en niemand anders. Bij mij is er geen God. Ik heb u omgord zonder dat gij mij kende, zodat allen het nu kunnen weten, die van het oosten en die van het westen. Ik ben de Heer en niemand anders. Woord van de Heer.
De tweede lezing werd genomen uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christen van Thessalonica. Van Paulus, Silvanus, Timotheus aan de christenen van Thessalonica. Die is in God, de Vader en de Heer Christus, genade voor u en vrede. Wij zeggen dank voor allen, telkens wanneer wij uw naam noemen in onze gebeden. Onophoudelijk gedenken wij voor het aanschijn van God, onze Vader, uw werkdadig geloof, uw onvermoeibare liefde en uw afstandige hoop, standvastige hoop op onze Heer Jezus Christus. Wij weten, broeders en zusters, dat God u lief heeft en dat gij door hem zijt uitverkoren. Want wij hebben het evangelie verkondigd, niet alleen met woorden, maar met kracht en heilige geest en volle overtuiging. De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd gingen de fariseeën onder elkaar beraadslagen hoe ze Jezus in zijn eigen woorden konden vangen.
stuurden hun leerlingen met de Herodianen op hem af met de vraag: Meester, wij weten dat gij oprecht zijt en de weg van God in oprechtheid leert. Gij stoort u aan niemand, want gij ziet de mensen niet naar de ogen. Zeg ons daarom, wat dunkt u? Is het geoorloofd belasting te betalen aan de keizer of niet? Maar Jezus doorzag hun valsheid en zei: Waarom probeert gij mij te vangen, gij huichelaars? Laat mij de belastingmunt eens zien. Ze hielden hem een geldstuk voor en hij vroeg hen: Van wie is deze beeldenaar in het opschrift? Ze antwoordden: Van de keizer. Daarop sprak hij tot hen: Geef dan aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt. Woorden uit de blijde boodschap. Beste vrienden hier in de kerk en ook al die mensen die meeluisteren met de livestream. Zoals u gehoord hebt in de inleiding is het vandaag Missiezondag. Elk jaar opnieuw hebben we dat. En het evangelie dat ik las vandaag, dacht ik, hoe zal ik hier iets over Missiezondag zeggen? Maar als je dan denkt aan Jezus, een belangrijke man, waar je altijd rekening mee moet houden. Je hebt gehoord in het evangelie, Jezus staat tussen twee politieke vuren. De fariseërs zijn tegen de belasting die de Romeinse overheersers heffen en de algemene bevolking is het ook met hen eens. Maar de volgelingen van Herodes, die hadden daar geen probleem in. Als je nu voor de belasting bent of tegen de belasting, er is geen enkele partij die daar goed van wordt. En Jezus zegt dan: zoek zelf maar het antwoord. Maar wij als gelovige mensen worden soms ook wel eens in het nauw gedreven. We hebben ook van die momenten, zeker als het gaat over religie en internationale solidariteit, dat ons geloof wat een beetje opzij geschoven. Maar ons geloof is telkens weer een vallen en opstaan. En Jezus vraagt om de munt goed te bekijken. Dat is eigenlijk een vraag ook aan ons. Neem je leven ook eens onder de loep. Wie ben je? Wat doe je? Hoe is je relatie met Christus? En hoe beleef je dat in relatie met andere mensen veraf en dichtbij? Jezus vraagt in het evangelie om de keizer te geven wat hem toekomt en aan God wat God toekomt. De keizer, die denkt door zijn belastingen meer welvaart en ontwikkeling te schapen in zijn regio. Maar God kijkt op een volledig andere manier. Als kerkgemeenschap kijken wij naar de horizon. Neem de zorg op voor de meest kwetsbaren, om zo zijn blijde boodschap te realiseren. Want iedereen verdient immers kansen, ook de zwakste of de kleinste mens. God steunt ons hierin. En de eerste lezing zegt het ook: hoeveel meer is het mogelijk als we ook elkaar steunen? Apostel Paulus wist wel heel zeker dat we bergen kunnen verzetten. En apostel Paulus bedankt dan ook de christenen van Thessalonica heel uitgebreid voor hun geloof en hun inzet voor elkaar. Omdat ze bergen hebben verzet. Ikzelf kan ook zeggen dat ik ook bergen heb verzet in mijn leven. Gelukkig gehad thuis een heel eenvoudige gelovige opvoeding te hebben gekregen.
Maar geleidelijk aan kom ik er in mijn leven te weten, wat betekent missie? Wat betekent zending? Om het goede te doen, om een medemens zoveel mogelijk bij te staan. Ik ben ook wel een 20-tal jaren werkzaam geweest in de Democratische Republiek van Congo. En door iedereen van je familie en je kenniskring word je missionaris genoemd. Maar lieve mensen, het woordje missie, zending, begrijp het, moet je heel goed begrijpen. En eerlijk toegeven, ik ben er zelf ook over gestruikeld. Voor mij was missionaris gaan naar andere landen, daar mensen helpen, en daar is niks mis mee. Maar die redenering mag je vandaag niet meer maken. Want uiteindelijk zijn wij allemaal missionarissen. We hebben het ook gehoord in de inleiding. Bij het doopsel heb je een zending gekregen. Je zei dat misschien een beetje vergeten, maar bij het doopsel krijg je een zending, een opdracht om te getuigen van jouw gelovig zijn. Op die plaatsen waar we regelmatig samenkomen. Je hebt ook gehoord in de inleiding, elk jaar is er een land, en dit land is het land Liberia, die gekweld is geweest door alle soorten geweld en burgerconflict en veel spanningen die er altijd zijn. En ook ziekenhuizen zitten overvol, weeshuizen zitten ook overvol door de situatie in Liberia. Er zijn er zoveel onrust en nog, nu het land toch terug uit de crisis verrijst, zijn er nog problemen, want de staat helpt niets. Een voorbeeld waar de keizer met de belastingen niet ten dienste van het volk staat. En de kerk die steunt dat wel en steunt weeshuizen. Bijvoorbeeld in het bisdom Baranga, waar ook de ziekte van ebola lelijk huis heeft gehouden. Maar het is missie zondag. We hebben allemaal een zending, een opdracht, om te getuigen van ons gelovig zijn. Laten we dat niet vergeten. En bidden wij samen onze geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. En wij luisteren nu naar de voorbeden. Bidden wij voor alle christelijke kerken, waar ook ter wereld, dat zij plaatsen van gebed mogen zijn, dat zij de zorgen die ze met zich meedragen, vol vertrouwen steeds aan God durven voorleggen. Laten wij bidden. Wij bidden u, verhoor ons, Heer. Bidden wij voor alle christelijke kerken, waar ook ter wereld, dat zij de haarden van zorgzaamheid mogen zijn, dat zij rusteloos in de weer blijven mogen, zolang
nog één kind honger lijdt, zolang er nog één mens niet tot zijn recht komt. Laten wij bidden. Wij bidden u, verhoor ons, Heer. Bidden wij voor alle christelijke kerken, waar ook ter wereld, dat zij huizen van vrede mogen zijn, dat zij in eigen kring de mensenrechten eerbiedigen en de grote wereld voorafgaan in verzoening en samenhorigheid. Laat ons bidden. Wij bidden u, verhoor ons, Heer. Bidden we voor alle christelijke kerken, waar ook ter wereld, dat zij woorden van waarde hebben voor de mensen van deze tijd, dat velen er steun en bemoediging vinden bij een zoektocht naar de zin van hun leven. Laten wij bidden. Wij bidden u, verhoor ons, Heer. En bidden wij vandaag speciaal ook voor de kerk van Liberia, dat zij de hoop op een mooie toekomst mag levendig houden. Laten wij bidden. God, die op de zevende dag uw werk voltooid hebt en goed hebt bevonden, zegen onze op weg inspanningen naar een betere wereld voor alle mensen.
Bid, zussen en broeders, dat ons offer aanvaard mag worden door God, de barmhartige Vader. Eén tafel, brood en wijn, kaarsen en bloemen en veel goede wil. We bieden u aan, Heer, als onze bijdrage tot leven en verzoening tussen alle volkeren. Want waar mensen samenkomen en deze gaven delen, zijt gij in hun midden. Aanvaard dit brood en deze wijn en sterk ons met de aanwezigheid van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Gij hebt uw kinderen die door de zonde van u waren vervreemd, opnieuw bij u willen samenbrengen, door het bloed van uw Zoon en de kracht van de Geest, één volk uit de drie ene God, lichaam van Christus. Tempel van de Geest, uw kerk op aarde, tot lof van uw veelvuldige wijsheid. Daarom, met de koren van de engelen, loven en aanbidden wij u en zeggen u toe vol vreugde, heilig, 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 de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neem en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Kondigen wij het mysterie van ons geloof. Zijn dood en verrijzenis in dachte God bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u, omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus. En wij smeken u, dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt en heilige volk met Franciscus, onze paus, en Johan Boni, onze bischop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten.
de, gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de apostelen, met de heilige Dominicus en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden, het eeuwige leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. En laat ons samen bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. God, gij kent onze zorgen om deze wereld, ons verlangen naar recht en vrede. Overal, sterk ons in onze pogingen tot verzoening en vrede. Leer ons oog hebben voor broosheid en zwakheid. En leer ons, zoals Jezus, leven vanuit een vredevol hart. In onze wereld is veel liefde en veel goede wil. Maak dat het goede overwint en geef ons uw vrede. De vrede van de Heer zij altijd met u. We kunnen ook naar elkaar zwaaien of kijken. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Zalig zijn wij allen die genodigd zijn aan de maaltijd met de Heer. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, in het verhaal van de tijd van mijn God, met vrede en ik zal gezond worden.
slotgebed bid ik het campagnegebed van Missio. Goede Vader, vanaf het begin bouwt u aan een relatie met ons. U dwaalt onder uw volk en kiest Maria uit om u te dienen. Laat mensen met gezag spreken in uw naam. Help ons ook vandaag te antwoorden op uw liefdesaanbod. Help ons niet enkel uw liefde te voelen, maar haar ook samen met uw woord te verspreiden tot in alle hoeken van de wereld. En laten we meer dan ooit kiezen voor liefde en verbondenheid. Vooral met onze zusters en broeders in Liberia. Ze hebben nood aan onze steun om het pad van vrede en hoop terug te vinden. Het is de zending die u ons elke dag geeft. Geen lastige opgaven, maar wel een grote genade en vreugde. Een zaadje in ons hart, van harte doorgegeven. Zijn er mededelingen? Geen, dank u. Van harte bedankt om hier aanwezig te zijn in deze Eucharistieviering op Missiezondag. Van harte dank onze organist ook, die weer deze viering goed heeft opgeluisterd. Dank u wel. En we willen dan ook eindigen met de zegen. De Heer zij met u. Mogen deze zegen genadig zijn in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En weet dat gelovig zijn een zending is. En jullie zijn allemaal missionarissen. Je mag dat niet vergeten. Gaan we geen invloed.